Je kunt op allerlei verschillende manieren zoeken in Edit. Dat kun je bij algemeen zoeken doen, bij uitgebreid zoeken. Maar als je inspiratie nodig hebt bijvoorbeeld over een onderwerp waarop je wil zoeken, kan je terecht bij de A tot Z lijst. Daarin vind je een lijst van trefwoorden die allemaal voorkomen in Edit op alfabetische volgorde. We waren aan het zoeken op Edit of op Artis in algemeen zoeken. En ik kan ook kijken bij de A tot Z lijst of die erbij staat. En ja, en hij staat erbij. Dus op deze manier kom ik bij alle bronnen terecht over Artis via de A tot Z trefwoorden zoeklijst. Hier kan ik de zoekopdracht weer verfijnen door alleen afbeeldingen eruit te filteren. Of alleen artikelen of alleen vanuit de collectie van beeld en geluid bijvoorbeeld. Nou, op die manier zoek ik verder. Dat kan ook in de vakkenindex. Hier kies ik welk niveau ik wil gebruiken. Ik ga naar de HAVO en ik wil bronnen vinden voor de tweede fase. Of adreskunde. Het heelal. En op deze manier navigeer ik door alle zoekresultaten. Ik kan in deze balk weer terug klikken naar waar ik vandaan kom. Weer terug naar adreskunde of toch naar HAVO of VWO. Toch onderbouw. Adreskunde. Dus op die manier kan ik ook verder zoeken. En ik kan nog naar de leerdoelen toe. Zoeken op verschillende manieren in Edit.